VAP-parlementariër Rajendra Kumar Debi wil dat er een onderzoek gestart wordt naar de invloed die gokken heeft op het huishoudbudget van gezinnen. Afgelopen donderdag haalde hij in de Nationale Assemblée aan dat het belangrijk is om te weten wat voor invloed gokken heeft op het besteedbaar inkomen van gezinnen. Hij merkte op dat uit eigen onderzoek blijkt dat er landelijk meer dan 897 bettingskantoren zijn. Yogi haalde aan dat per gokhuis per dag ruim 40.000 SRD wordt verspild. En in het weekend zelfs meer. Dus voor de verdere uitwerking ben ik uitgegaan van een gemiddelde opbrengst van 25.000 per dag. Dus op dagbasis wordt het landelijk in de 897 gokhuizen meer dan 22.425.000 per dag vergokt. En dat komt neer op jaarbasis 8.185.025.000 SRD. Dus God weet alleen waar het geld gaat. Andere parlementariërs vroegen zich af of deze cijfers gebaseerd zijn op een gedegen onderzoek, omdat de cijfers zonder onderzoek een vertekenbeeld kunnen verschaffen aan de samenleving. Mahinder Yogi stelde dat deze cijfers als indicatie gezien moeten worden. Echter vraagt hij zich af of de koers hierdoor stijgt. Voor mij is het belangrijk, voorzitter, en al is het 20.000, voorzitter, als je per dag 22 miljoen geld hebt, en daarom heb ik die vraag gesteld, de geldstromen, pedemonie ego en fademonie waka. Voorzitter, betekent dat het 750.000 is per dag aan dollars. Maal 360, voorzitter, is 270 miljoen US dollars, voorzitter. En dat is die vraag die hier de regering moet beantwoorden. Voorzitter, is dit de aanleiding en mede de aanleiding dat die koers steeg, voorzitter? Voorzitter, hier is de koers van morgen met 65 cent gestegen, voorzitter. Terwijl die wet wordt behandeld. We moeten mensen niet die monopoliepositie geven in dit land, voorzitter, om te manipuleren. Ik heb eerder gezegd, politici gaan de verkiezingen in, ambtenaren besturen het land. Maar niet alleen dat, voorzitter. Belangrijke mensen, invloedrijke mensen, voorzitter, beïnvloeden ons heel financieel systeem. En je kan als regering daarachter gaan hollen, voorzitter, van armoede dit, armoede dat en IMF dit. En ons heel systeem wordt in de war gegooid, voorzitter. Yogi stelde verder dat de regering moet optreden zodat de gemeenschap niet leidt onder de steeds moeilijk wordende situatie.